We zijn hier bij het LUMC om te kijken hoe het onderzoek naar astma verloopt. Shelly en ik hebben de mazzel dat wij weten hoe het is om heel normaal te kunnen ademhalen. Ja. Maar voor velen is dat niet vanzelfsprekend, ook voor jou niet. Ja, ik ben namelijk geboren met één long en astma daarbij. Dus ik weet hoe het voelt om benauwd te zijn. Ja, en het Longfonds doet onderzoek naar astma om het hopelijk te kunnen voorkomen. Wat houdt jullie onderzoek precies in? Wij zijn geïnteresseerd om te kijken hoe we astma kunnen voorkomen. Ja. En het blijkt nu dat wanneer kinderen opgroeien op de boerderij, ze onbewerkte melk drinken. Dat juist die kinderen ook beschermd zijn tegen astma. Dus we zijn nu bezig om te kijken of we melkpoeder kunnen ontwikkelen om astma te voorkomen. Joeri, hoe is het voor jou om astma te hebben? Niet fijn. Nee. Als ik bijvoorbeeld met voetbal trainen, dan moet ik dan weer te puffen. En daarna ben ik dan ook wel gewoon echt heel moe en zo. Ja. En Joeri, hoe vaak moet jij dan eigenlijk naar het ziekenhuis? Ongeveer wel elke maand. Ja. Ja? Wat doen ze dan met je? Vernevelen en het duurt ongeveer 10 minuutjes. Soms moet ik wel eens blijven, en soms mag ik ook wel gewoon naar huis. Het Longfonds streeft naar een wereld zonder longziekte en daarvoor is er heel veel onderzoek nodig. Met 100.000 euro van de Vriendenloterij kunnen 800 kinderen een jaar lang meedoen aan een onderzoek met speciale melk dat hen tegen astma kan beschermen. Echt geweldig. We hebben het met alle liefde voor jullie gedaan.